Goedemiddag, dames en heren. Welkom bij weer een nieuwe editie van Room for Discussion. Vandaag is bij ons te gast de heer Frits Goldsmeding, die het uitzendbureau Randstad heeft opgericht. Hij wordt door sommigen genoemd de uitvinder van de uitzendbranche in Nederland. En met zijn onderneming Randstad is hij een van Nederlands grootste concerns geworden. En we gaan het vandaag hebben over leiderschap, ondernemerschap en natuurlijk de arbeidsmarkt. Want bij ideeën over de arbeidsmarkt, daar is het allemaal begonnen. Van een simpel idee naar een onderneming met meer dan 27.000 werknemers, gevestigd in meer dan 50 landen. Dus laten we beginnen bij dit idee. Welkom meneer Goldsmeding. Elko en ik zijn op zoek gegaan naar een scriptie op de VU. We zijn daarbij tot in de diepe krochten van de VU op zoek gegaan. Hij bleek vernietigd te zijn, tot onze grote verbazing. Dat had ik je kunnen vertellen vooraf. Met de verhuizing waar we eerst zaten, in twee grote panden of vier grote panden in de Koningslaan. De verhuizing naar richting Buitenvelder. Ja, is verloren. Toen was het weg. Fotocopiëren konden we in de tijd niet. En het overschrijven had ik geen zin in. Heeft u hem zelf? Nee, dat zie ik niet. Nee, die gaf je weg. Die gaf je. Want kopiëren deed je dus met velletjes carbonpapier. En kopiëren, dat was dan een echt fotocopie. Dus er werd echt een foto, maar dat kostte een vermogen. Dat was toen 1,50 per velletje. Nou, dat kon Bruin niet trekken, dus zo werkte dat. En die leverde het in. En de enige tijd kon je terugkrijgen. Maar ja, bij die verhuizing is die verloren. Die verloren gaat ongelooflijk. Ja, wij vonden het heel verbazingwekkend eigenlijk. Ja, kunt u in het kort aan de studenten vertellen waar die scriptie over ging? Ja, dat was heel simpel. Er was een hoogleraar, zeker een muiswinkel, en die vroeg mij, zou jij wat willen schrijven over tijdelijk werk? En je kreeg dan gewoon een onderwerp op. Je kon wel uit meerdere kiezen. En ik zeg, ja, waarom? Nou, zegt hij, kijk, de verschillende productiefactoren die worden goed bediend. Dus als je dus een geld wil lenen, dan kan je dat in obligaties en in aandelen en op krediet en op rente en, nou, enzovoort. Een korte termijn, lange termijn. Als u dus kapitaalgoederen wil hebben, bijvoorbeeld een gebouw, dan kunt u leasen, dan kunt u kopen, dan kunt u huren, dan kunt u op alle mogelijke constructies. Maar als het over werk gaat, dan is het zomers van 9 tot 5, of van 8 tot 5, een uurtje tussen de middag. Zeg maar, petje in de hand en koffie voor de deur. Liefst op je 15e jaar beginnen en op je 65e jaar mee stoppen. En dat is dan dat. Maar er zijn meer behoeftes aan bepaalde flexibiliteit. Ik zeg, nou, dat lijkt me wel leuk om daar eens wat over te schrijven. Nou, dat wilde ik gaan doen. Dus ik liep naar de faculteitsbibliotheek en ik keek op flexarbeid en op tijdelijke arbeid en helemaal niks. Nul. Nou, ik denk, ik ga naar de Singel toe en daar was dus de, nog steeds geloof ik, de grote bibliotheek ook helemaal niks. Ik liet me nog net niet uit het veld slaan. Ik heb de International Labour Organization in Genève aangeschreven. En die hebben een gigantische bibliotheek, maar ook daar was niks. 0,0. En toen ben ik maar naar de hoogleraar toegegaan. En ik zeg, ja, beste hoogleraar, maar ik kan niks vinden. Ik wilde wat over schrijven. Hij zegt, we noemden elkaar allemaal meneer Goldsmeding. Dat is nou net het probleem, maar ik zal u een klein beetje op weg helpen. Nou, toen had ik een klein artikeltje in Printers Inc. Een soort ESB, maar dan uit Amerika. En een stukje uit het jaarverslag van de autofabrikant van Citroën. En die schreef, elk bedrijf wat minder dan 5% flexarbeid heeft, is slecht georganiseerd. Ik zeg, nou, dat spreekt mij aan. Toen ben ik met een paar hoogleraren gaan praten die in de algemene economie en de macro-economie. En die hebben mij aardig op weg geholpen en toen kwam ik al snel tot de conclusie dat hoe gespecialiseerder een arbeidsmarkt is, dat wil zeggen hoe hoger het inkomen per hoofd van de bevolking, hoe meer de specialisatiegraad wordt van een bedrijf, met als gevolg dat de tekorten en overschotten natuurlijk veel eerder ontstaan dan dat je dus uitsluitend handjes nodig hebt. En dat daar een bepaalde organisatievorm voor nodig is. En dan kon je dus ook uitbreken, maar dan komen we dus niet zo direct nog op terug en dan is dit verhaal even kort afgerond. Dat
Hoe hoger de specialisatie is, hoe meer flexibele arbeid wij nodig hebben. En op de berekeningen die ik daaruit maakte, en dat moesten natuurlijk flinke berekeningen zijn, want dat is altijd goed voor een scriptie, dat staat zeer geleerd. En toen kwam ik tot de conclusie dat in 2000, ik spreek nu van 1960, dat ik die scriptie schreef, dat in 2000 dat 4% van de Nederlandse bevolking volgens de uitzendformule zou werken. En nou, dat was vrij aardig, maar dat was ook maar... 3%? 4%. Maar nu? Het is nu iets minder nadat het teruggelopen was. In 2000 was het 4,1. Dus ik had toch gelijk ook. Wat voor cijfer heeft u voor die scriptie gehad? Dat was onvoldoende en cijfers kreeg je dus niet voor. Nee, het was heel goed, zei hij. Okay. Hoe kwam u zeg maar, van dat idee dat u toen had? Ja. U zag iets gebeuren in de maatschappij en u dacht van daar kan ik iets mee. En hoe heeft u uiteindelijk besloten om daar zeg maar, een onderneming in te starten? Oh, dat was eigenlijk heel eenvoudig. Moet ik even teruggaan, ja, ik was zo bezig met deze materie en ik dacht nou dat is zo ontzaggelijk leuk. En ik was ook geen velden en wegen meer te zien, ik zat achter mijn bureau te schrijven en te lezen en te bellen en te doen om te kijken van ja wat maak ik ervan. Nou dus op een gegeven moment kom ik weer op de sociëteit en er komen een paar vriendjes van mij om me heen staan en zeggen jongen waar was je zo lang? Ik zeg nou daar en daar was ik mee bezig, maar het is niet tijd om een pilsje te drinken. Nou, dat hebben we dan ook keurig gedaan. En toen ontmoet ik op straat een ander vriendje en hij zegt, joh, wat heb ik je tijd niet gezien? Nou, we reden naar huis. En ik weet nog, we reden op de fiets. Op de fiets, ja, op de fiets, ja, een auto hadden we niet. Of een klompfiets was ordinair, althans in die tijd. Maar, dus we reden op de fiets en de enige tijd zeg ik, waarom beginnen we zelf niet net zoiets? En, ja, hij zegt eigenlijk waarom niet? Hij zegt, wanneer doen we dat? Nou, ik zeg nu. Hij zegt, het is 3:00 s'nachts. Ik zeg, het is de beste tijd om een uitzendbureau te beginnen. En nou ja, hij ging met mij mee naar mijn studentenkamertje op de Slotenkade. En hij schreef een briefje richting uitzendkrachten, of althans toekomstige uitzendkrachten. En ik maak een briefje voor klanten. En die hebben de volgende dag op de faculteit met de stencilmachine afgedraaid, was ook nog echt afdraaien. Ik heb ze in envelopjes gestopt en in postbussen bij bedrijven. En hij deed hetzelfde in buurten waar voorgesteld wordt dat er administratief personeel was. En ja, toen was de studentengraf eigenlijk voorbij. Ja, wat gebeurt er? Er kwamen er echt mensen die op... 4 dagen later wordt er gebeld naar mij. En ja, u spreekt met die en die, dat is de onderafdeling van de Fiat Concern, NETA. En die zei, ik heb mooie brieven voor u ontvangen en ik heb een secretaresse nodig die kan stenograferen in Frans, Duits, Nederlands, Engels. En als ik kan corresponderen is dat nooit meegenomen. Ja, ik sprak me dood en ik zeg, meneer, ik zal eens even in de kaartenbak gaan kijken, ik ben u binnen een kwartier terug. Nou, die kaartenbak staat natuurlijk helemaal geen pest, sorry. Maar ik bel mijn collega op en hij zegt, weet je wat ik ontvangen heb? Nou, ik zeg, ik ben reuze benieuwd. Nou, hij zit onze eerste sollicitant. Is er kansen? Nou, zegt hij, is perfect. Onze systemen die we bedacht hebben werken goed. De testsystemen. En ze kan heel goed stenograferen in het Frans, Duits, Nederlands, Engels. En prima corresponderen. Ik zeg, nou, heb ik een baan voor de... Dus ik bel die meneer terug. Ik zeg, nou, morgen komt mevrouw die en die. Nou, prima. Dus ik maak het telefoongesprek heel kort. Want als ik gevraagd wat moet ze verdienen... is het sociaal verzekerd, nou enzovoort enzovoort. Ik had nog een factuur gedrukt, nog een werkbriefje, nog wat dan ook. Dus we hingen die telefoon open en toen hebben we die week bikkelhard gewerkt van ja, hoe moet die administratieve organisatie nu in elkaar zitten? Nou, toen hadden we dus 1 uitzendkracht en ik moet je even teleurstellen dat het er 27.000 waren. Je moet, er zijn er afgelopen week 550.000 geweest. Dus, maar dat is heel simpel, elke keer 1 erbij en dan kom je op een gegeven moment tot een redelijk omzet. Heeft u die vrouw wel eens gesproken, uw eerste klant? Ja, en we hebben dus nu het 50 jaar bestaan gevierd en ze moet nu ergens in de 80 zijn. Toen we 25 jaar was, toen heb ik haar opgespoord. Toen zat ze in Zuid-Afrika en toen heb ik haar een ticket aangeboden en verblijf maar, ze wilde niet komen. En nu hebben we haar niet meer kunnen vinden. Ja, dat is erg jammer. Maar goed, we hebben ons best gedaan in ieder geval. Ja. Hoe ging dat zeg maar de overgang? Want dat uitzendbureau heet in eerste instantie uitzendbureau Amstelveen. Ja. En later werd dat Randstad.
hoe ging die overgang zeg maar, van iets wat begon als een studentengrap, als een hobby, naar echt een heel serieus bedrijf? Nou, dat is eigenlijk in 1962, begin 63 ontstaan, toen we net afgestudeerd waren. En toen hebben we die twee studentenkamers omgewisseld naar één kantoor op de Koninginneweg. En daar hadden wij, omdat we daar in die laatste fase zaten, een afstudeerde iemand aangesteld. En nou, we dachten, dat blijft hij wel doen en dan gaan wij wat anders doen. En de beste man die had een contract, uiteraard voor onbepaalde tijd, maar ook een onbepaalde tijd dat hij 10% van de winst kreeg. Maar toen kochten wij de enige tijd een nieuwe schrijfmachine erbij. En dat ja, maar die wordt afgeschreven en dat gaat ten koste van mijn, van die 10%. Dus daar voel ik weinig voor. Nou, dat was met die man niet te praten. Nou, ik zou zeggen, als ik geweest had en ons laatste jaarverslag gelezen had, was 10% een aardig bedrag geweest, hoor. Zeker, die is de laan uitgegaan. Die is na een week of wat daarna de laan uitgegaan. Tenminste, heeft zelf ontslag genomen. En toen was er alleen maar één ding. En zeg nou, dan doen we het zelf. Hoeveel werknemers hadden die toen? Toen hadden we er een stuk of 20. Maar toen ik zag welke mogelijkheden erin zaten als je dus de hele dag kon werken. En toen heb ik de scriptie nog eens een keer me ingedacht. Ik denk, nou, als dat inderdaad 4% wordt en wij zouden dus 1% van die markt kunnen gaan bedienen, dan wordt het gigantisch. En nou, toen zijn we dus in een maand waren we verdubbeld. Twee maanden later waren we weer verdubbeld. En dat ging heel snel naar boven. En toen dachten we, ja, maar nou moeten we dit echt serieus gaan aanpakken. En eens een keer rond de tafel gaan zitten, of met een paar deskundigen, die, ja, voor de een of andere weten, ja. Dus je bent al afgestudeerd, maar hoe een, laten we zeggen, een doorschrijfboekhouding werkt, ja, dat wist ik niet. Dus, nou ja, van alles en nog wat heb ik eigenlijk moeten leren nadat we afgestudeerd waren. Ik denk dat in juli ook zal overkomen. En die studiegenoot waar je toen mee bent begonnen, Ger Dalebout, ja? Wat is daarmee gebeurd daarna? Die is die, na een jaar of wat, dat was in 1972, toen had hij er niet zoveel zin meer in. En hij zegt, ja, het bedrijf wordt groter en daar voel ik niet voor. Ik hou van iets overzichtelijks, maar ik zie wel dat het een grote tijd moet worden. Ik zeg, nou, dan moeten we toch maar een serieuze paar avondjes met elkaar moeten praten. En toen zei hij, nou, ik stap eruit. Nou, dat hebben we via notaris hebben we dat geregeld. En ja, dus financieel zijn we eruit gekomen. En later heeft hij zijn aandelen verkocht aan de Nederlandse participatiemaatschappij. En vlak voordat we naar de beurs gingen in 1990, hebben we die aandelen weer teruggekocht. Zo is het gegaan. En toen zijn we naar de beurs gegaan. Ja, en we zien dus al vanaf het begin eigenlijk dat u best wel een zakelijk inzicht heeft over hoe je dus die onderneming moet sturen. Hoe je dus op een gegeven moment zegt, nou, die persoon met 10% die gaat eens even daar naartoe. Ger Dalebout, dat is een eigen keuze van hem dan. Uiteindelijk staat u bovenaan aan die onderneming. En is het zo dat je dan ook heel veel mensen om je heen hebt die een stukje van het bedrijf proberen te pakken? Nee, dat was niet zo. Je had dus de aandelen en je was de directeur groot aandeelhouder. Maar die verhoudingen die liggen in een dienstverlenend bedrijf als het onze, ligt niet zo gevoelig als in een industrieel bedrijf. Dus waar, ook lag dat aan de mensen die op de vestigingen zaten. En dat is nog steeds zo. Die waren voor 70% ongeveer nog steeds universitair opgeleid of hadden een hogere beroepsbeleiding plus. En dan heb je dus toch een ander publiek rond je heen dan dat je met mensen krijgt met een MAVO-opleiding die de grote administratieve afdelingen bevolken. Bij ons waren het was 85-90%, zelfs meer dan 90%, zat in de buitendienst en had een hogere opleiding. U werd succesvol. Zijn er vrienden die in dat proces bent kwijtgeraakt? Die u dat succes misgunde, studentenvrienden misschien? Nee, dat is niet bepaald. Dat ligt ook in je eigen houding. Ja, dus laten we zeggen, een patserik bent en ja, dat laten we zeggen, ook gaat uithangen, dan gaat het fout. Ja. En ik neem het kwalijk dat ik in een datje loop enzovoort, maar ik moet zo direct met een bankier gaan zitten praten. En dan kan ik dus niet, ik zou er ook liever zo uitzien, maar dan zou ik liever. Maar ja, jullie passen je aan, ik moet me ook aanpassen, dus zo werkt dat al eenmaal. Ja.
Hoe zou u uw stijl van leidinggeven omschrijven? Nou, dat is om heel erg moeilijk te zeggen van jezelf, maar laten we zeggen, ik blijf streven naar perfectie. En laten we zeggen, die stijl die wordt ook ingegeven met het vak waar je mee te maken hebt. Want ik zou het zo leuk vinden als ik een kelder vol uitzendkrachten had en gewoon kon leveren. Nee, maar ik heb aan twee kanten heb ik een klant. Dus bepaald, hier heb je echt een soort makelaarsfunctie. Binnen de schakel. Helemaal. Ja. He, maar je moet tussen die twee moet je schakelen. Ja. Vervolgens, wat ik zeg, moet je met hoog opgeleid personeel omgaan. En ja, dat is dus, je bent dus niet zozeer de manager, want die mensen doen voor 95% hun werk zelfstandig. Je kan niet zeggen, waarom gaat Marietje naar bedrijf A en Pietje naar bedrijf B, want dan moet de hele dag eroverheen staan te kijken, dat kan je niet controleren. En daar moet je je stijl van leiding geven op aanpassen. En je moet proberen die mensen zelf tot ondernemer op te kweken en zelfstandig het werk te laten doen. En bij ons kan je niet zozeer controleren, pas na 3 maanden merk je of een bepaalde persoon het wel of niet goed gedaan heeft. Nou ja, en dan kan je dus eens een keer een vriendelijk gesprek met zo iemand kunnen hebben. Zeg je het goed als u zeg maar meer de mensen, de hoge posities omheen, meer coacht als het ware in wat ze doen? Dat klopt, ja. Je bent meer een coach dan dat je dus een manager bent die hoog van de toren blaast. Zij moeten leren het werk zelfstandig te doen. Het vervelende is dat, vooral in het begin, toen de mensen ons vak niet kenden, er maar zo weinig geschikt waren om het te doen. En ja, een hele mensen die raakten er ernstig van overspannen, omdat er zoveel op je afkomt. En je snel schakelen. En snel schakelen. En je kan niet alles opschrijven, want dan gaat het te snel voor. Computers zijn ook nog steeds veel te traag. Zelfs de sterkste computers, heel erg jammer. Maar die matchmaker, zeg ik wel, daar heb je een soort ja, harmonie voor nodig in je eigen hersens. Om, laten we zeggen, dingen niet te vergeten. Om precies te weten dat je klant om 4:15 moet terugbellen. En, nou, enzovoort. Al die dingen die komen dus dan laten we zeggen, bij jou tezamen. Ja. In het begin was u meer dus op de werkvloer, toen het nog wat kleiner was, denk ik. Ja. Dat is allemaal wat overzichtelijker. Dan krijg je op een gegeven moment de koppeling. Het wordt succesvol. Je moet gaan verbreden. Ja. Hoe is dat gegaan? Hoe heeft u dat gedaan? Hoe heeft u die verantwoordelijkheden uitbesteed? Ja, dat is een hele moeilijke. Ja. En daar zie je ook een heleboel van onze collega's in stokken. Want laten we zeggen, van 1 naar 2 vestigingen gaan. Dat is ontzaglijk veel moeilijker dan dat jij op die vestiging zit. En met een aantal assistenten om je heen dus het hele werk kan regelen. Maar die tweede vestiging, het leiden op afstand, is een betrekkelijk moeilijke. En waarom zijn dat bij een heleboel andere collega-concurrenten, is dat wat minder gebeurd. Wij hadden al vrij snel door dat je de inkoop en de verkoop en het maken van de match door 1 persoon moest laten doen. En een heleboel anderen hadden dus aparte mensen voor de testen en aparte mensen voor de verkoop en aparte mensen voor de match. En dat was in ons idee, was dat geen goede oplossing. Dus wij hebben toen het unit systeem hebben we geïntroduceerd waar dus al die functies bij elkaar komen. Dan wordt het een kwestie van coaching en dat heb ik dan op die andere vestiging, die nieuwe vestiging, heb ik dat weer gedaan. Maar de grote struggle for life was toen, hoe vind ik de goede manager van die vestiging die dus die andere mensen kan aanspelen. En dat hadden wij ook weer aardig door, want die manager die had eigenlijk alleen tot taak om die mensen op te leiden, te coachen en zelf was die eigenlijk bezig met de infrastructuur. Dus zo nu en dan moest hij wel eens inspringen, maar ook die manager moest weer coachen. Ja. Ja, en sommige momenten zie je, een Randstad bestaat dan nu meer dan 50 jaar. Ja. Bijvoorbeeld in de, we hadden gelezen dat in 1981 was het even een dipje. Daar hadden even nou, dipje? God, daar is de crisis van 1998 nog niks bij. Het ging wat minder met Randstad, dus, met andere woorden. Hoe ging je daarmee om? Had dat heel veel nou, stress? Nou, dat waren echt slapeloze nachten. Je had de ene week, laten we zeggen, had je 20 miljoen minder omzet en de volgende week had je dat weer te verwerken en je moest steeds maar weer kijken welke besparingen je moet doen. Je werd er depressief van. En ja, tot ik uiteindelijk tot de conclusie kwam dat, we maakten daar natuurlijk allerlei grafiekjes van en daar waren we zeer bedreven in, maar half
1982 kwam ik tot de conclusie, het zou best wel weer eens beter kunnen gaan. Overigens, die crisis in 81 hebben we ook zien aankomen, in 1980 al. Toen hadden we het 20 jaar bestaan uiteraard, net zoals nu het 50 jaar bestaan. En toen was een groot probleem. We zouden in september een feest geven, want 29 september is onze verjaardag van het bedrijf. Toen zijn we naar de KVK gegaan, 's middags om 2:15. En toen hebben we ons ingeschreven, dus dat vonden we dus de geboortedatum. En, maar in 1980 zouden we een groot feest geven. En toen zeiden we ergens in augustus, we blazen het af. Want we gaan een aantal vestigingen die van plan zijn te openen, die gaan we niet openen. En we gaan vast niet bezuinigen. Als we dus toen ook nog dat feest afgeblazen hadden, nou dan had ik de recessie al gelijk binnengehaald. Ja. Want dan wordt het een self-fulfilling prophecy en dan zeg nou, ik zeg, neem de gok. We hadden een voldoende aantal liquiditeiten. We gingen verder niet uitbreiden in vestigingen. Dus krijg je zelfs een bepaalde overliquiditeit. Nou, mijn toenmalige CFO die berekende dat we daar, als het nou maar niet te erg werd, redelijk die recessie door konden komen. En nou, dat zijn wij ook geweest. Alleen ja, de omzet liep terug van 1980, 540 miljoen, zo groot was het toen al, naar 450 in 1981 en naar 370 in 1982. En toen half 82, toen zag ik, hé, de procentuele vermindering, die levelt uit en die blijft gelijk en die loopt iets op. Maar als je in de min bent en je bent min 20 en je wordt min 10, is het nog altijd min 10 ten opzichte van vorig jaar, dus de enige tijd ga je er toch aan. Maar je moet, laten we zeggen, door die nul heen zien te komen. En toen zijn wij, laten we zeggen, hebben we er vertrouwen in gehad dat dat zo zou gebeuren. Dat vertrouwen kan ik nu achteraf helemaal goed bewijzen, maar dat is achteraf. Toen waren er een aantal bureaus, onder andere Tempo Team, grote problemen. En toen hebben wij onze eerste acquisitie gedaan. Maar daar werden wij om gevraagd. Ja, waarom? Omdat dat bedrijf dat ging zo slecht. En die hadden 7 nieuwe directeuren achter elkaar gehad. Want Tempo Team heette eerst Manpower. En was een franchise van de Amerikaanse Manpower. Na 9 jaar hebben ze dat gestopt. Helaas is die meneer, de directeur, meneer Spruitenburg, een perfecte zakenman, is overleden. En toen, ja, zijn zoon kon dat niet zo goed en die stelde steeds een nieuwe directeur aan. Heeft de naam veranderd in Tempo Team en toen ging Tempo Team eraan. En die hadden toen, dat was een betrekkelijk klein bedrijf, maar hadden toen, als naamsbekendheid waren ze nummer 2. En toen dacht ik, ja, interessant. Daar kan je niet laten gaan. Daar kan je niet laten gaan, hè? En na die acquisitie, na die acquisitie werd de weg omhoog ingevoerd. Ja, en behoorlijk. En omdat wij als eerste begonnen en toen weer gewoon het oude handwerk weer uit de tas gehaald hebben en precies gewoon gedaan hadden wat we de eerste 20 jaar gedaan hebben. We begonnen in 1980, hadden wij 19% van de markt. En in 1989 hadden we tegen de 40% van de markt. Nou, als je zegt, had je dat verwacht? Ja. Nee, absoluut niet. Ja. Maar ja, goed. Je werkt, wat ga je er en je, wat je in het begin zei, je zorgt maar steeds dat je één uit zijn kast erbij krijgt en dan lukt het wel. Ik denk dat heel veel mensen van je afvragen, van, u legt dat zo uit aan ons en dan denken van, nou dat klinkt heel logisch, maar zit u er dan zelf alleen achter, dat u zelf een visie krijgt dat u denkt van, nou we gaan bepaalde mensen gaan het invullen, de CFO gaat als het ware die kant even werken, of zijn dat heel veel mensen die samen aan één proces samenwerken en dan ga je rond de tafel zitten en dan kom je tot een idee? Nee, dat is, laten we zeggen, is wat ingewikkelder. Want in de eerste plaats vergeet je in deze vraag dat we natuurlijk een heleboel hooggespecialiseerde personen nodig hadden. Ja. Maar in de 70 jaar daar stond een uitzendbureau niet hoog in de ranglijst van PR en dergelijke. En we werden aangevallen door vakbonden, maar zelfs door werkgevers en ook door het ministerie van Sociale Zaken. Dus we hadden ook sociaal, maatschappelijk gezien een heel erg moeilijke, zware omstandigheden.
Nou ja, daar wilde natuurlijk niet iedereen naartoe om te werken, terwijl het een hele interessante baan waren. En dan geef ik je nog eventjes dus de laatste pagina's van Schumpeter mee. Iets beroemde boek Democratie en Capitalisme enzovoort. En daar zegt hij, ga altijd werken bij een bedrijf wat lekker groeit en slecht in aanzien is, want daar kun je carrière maken. Ik heb het niet bedacht, maar meneer Schumpeter heeft het bedacht. En daar zullen jullie langzamerhand wel wat gehoord hebben. Maar goed, in ieder geval, ik dacht, wij hebben een top PR-man nodig, we hebben een top design-man nodig, we hebben een top... Nou ja, die kon ik dus, hoeveel ik ook adverteerde, niet verkrijgen. Dus ik ben naar het grootste PR-bureau gegaan in Nederland. En dat was in zekere manier Boucher in Den Haag. Die had 50% van de PR-markt. Dat was de grote meneer van het toenmalige eerste KVP. En toen werd hij de CDA begeleid. En ja, die wilde eigenlijk helemaal niet voor werken. Want hij zegt, ja, hij vond het wel leuk, mijn verhaal, toen we bij hem zaten op zijn kantoor in Den Haag. Wat heeft het voor zin om met een kanon op de lucht te schieten? Nou ja, daar kon ik het mee doen. Maar goed, uiteindelijk ben ik toch door gaan zitten praten. En ik zeg, nou, ik zeg, neem de volgende keer nog 2 kanonnen mee, dan heb je misschien net genoeg. En toen heb ik hem de moeilijkheden verteld en die heb ik natuurlijk een beetje aangezet. En natuurlijk een heleboel politici erbij genoemd die een beetje tegingen. En toen begon hij de aardigheid in te krijgen. In een jaar of wat later waren we een van zijn belangrijkste klanten. Nou, zo is het ook gegaan met het designbureau. In het hele alle... En u dus weer. U bent degene die met een idee komt en dan die dat... Ja, dan, dus ik heb dat designbureau, dat werd Total Design, dus het meest vooraanstaande bureau in Nederland. En ik kende een van de directeuren, want die had in Randstad tijdelijk de steek genomen van een procent of 20. En ja, toen kwam ik een keer bij hem op kantoor en toen zag ik, ja, dit is zo ontzaggelijk verschil met wat er op het gebied van design en reclame en dergelijke verder in Nederland gebeurt. Maar ja, die mensen die werken toen voor het zeer belangrijke bedrijf, de SAV en de Gruiter, en dat waren allemaal topbedrijven. En dan zo'n uitzendbureautje mee. Ja, tot uiteindelijk, ik, via die directeur die steek genomen had, kreeg ik dus iemand van hen toegeschoven. Maar die wilde eigenlijk niet. Nou, die ging bij Total Design weg. Ja, toen voelden ze zich beschaamd en toen kreeg ik meneer Bos. Die eerst toch rechtstreeks aan meneer Kral rapporteerde en later partner werd. En nou ja, die heeft de stijl van Randstad gemaakt, tot in de finesses. Dus daar zaten we ook goed mee. Want het is een zeer simpele stijl, hè, die je ook wil. Simpele marketingstijl. Ja, daar kunnen we misschien zo direct nog wel wat over zeggen, want zo simpel is het niet. Maar het moet simpel lijken en het moet direct begrepen worden en het moet in al zijn uitingen heel perfect neergezet worden. En dat is nog steeds ook, laten we zeggen, het streven naar perfectie. Nou, laat ik een derde, ik ook... wat het accountantsbureau betreft, dat was toen De Haan, toen De Haan Stol, toen De Haan Stol en Co, toen werd het Dien. En toen uiteindelijk met Coopers Lybrand en toen werd het PwC. Nou, we zitten er nog steeds. Alleen zo nu en dan moet die accountant wisselen. Op het moment dat die aardig ingewerkt is, na 7 jaar. Maar goed, hoe dat ook is. Die eerste meneer, ik zal hem nooit vergeten, zeker meneer Vergroesen. Dat hij dus de eerste controle deed. We waren net NV geworden van vennootschappelijke firma NV. BV's bestonden toen nog niet. En dat hij op een gegeven moment... 1990 hebben we het nu over? Nee, dat is 1964. In 64 sloeg hij met de vuist op tafel. Nou, jullie, nou, met een paar grote krachttermen erbij het niet de volgende keer beter doen, dan ga ik hier niet meer controleren. Nou, we schrokken ons dood. En nou... Toen ik eenmaal de smaak te pakken had om dit soort bedrijven binnen te halen, ja, toen zijn we dus veel meer gaan zitten uitbesteden. En ja, dat wilde ik ook toen in 1965, met ingang van 1 januari 1966, alle uitzendkrachten verzekerd waren en we een complete loonadministratie moesten opzetten. Wij eigenlijk geen loonbureau dat aankon, het was te groot, zijn we met een IBM gestapt. Nou, IBM die kon het ook niet aan. Want om elke week te factureren, met elke keer verschillende tarieven, met elke keer tarief van de ene kant, tarief van de andere kant, controle, dat... Nou, na 13 weken was het een puinhoop geworden, had geen van de klanten had nog een factuur gehad. Nou, toen hebben we het echt problematisch gehad.
En toen, ja, de uitzendkrachten die deden, dat konden ze niet betalen. En toen heb ik het netto-bruto systeem ingevoerd. Dat ze dus gewoon netto betaald kregen. En dan rekenden wij het naar bruto. En ja, toen moesten we zelf al een computertje kopen. En dat hebben we gevonden bij een aantal mensen die bij de National Cash Register werken, NCR. Die staan ook nog steeds. En die hebben ons geweldig goed geholpen. En toen hebben wij de rekenregel om van bruto naar netto te regelen, die hebben we weten om te draaien. Eigenlijk door een foutje erin te maken. En daar kwam ook het foutje in het hele systeem van financiën eruit. En we moeten nog steeds voor hen de nieuwe tabellen controleren. Dus dat is wel leuk. De betalen ze overigens nu voor. Dus zeg ik het goed, dat als het ware heeft u een idee, ziet uw bedrijf groeien. En gaandeweg ziet u van er moeten bepaalde dingen veranderen. Dan zoekt u als het ware de beste specialisten zoekt u erbij en die betrekt u in dat proces. Ja. Dat is als, ook als ondernemers, dat is belangrijk. Van, je hebt een idee, je gaat richting op en dan trek je dus overal de beste specialisten bij. Ja, nu is het wel zo dat we natuurlijk in, nu we groter geworden zijn, dit soort topmensen gelijk op ons afkomen. Ja. Ja, dus we kunnen heel veel dingen zelf invullen. En je moet dus de kerncompetenties moet je proberen altijd zelf te beheren. En je kan dan bepaalde dingen uitbesteden. Maar je moet dus toch ook in de kern moet je dus een voldoende vaste en grote groep hebben om te groeien en om uit te besteden. En uitbesteden zeg je, nou dan ben ik er vanaf. Nee, uitbesteden is veel moeilijker dan hele meeste mensen denken. Je bent er niet vanaf. Jij blijft verantwoordelijk. En je moet eigenlijk over de hoofd van een ander heen kijken of hij het wat goed doet. En dan moet je ervoor zorgen dat als je iets wat uitbesteedt, dat je niet eerst gaat kijken op de prijs enzovoort, maar je gaat kijken naar de mensen die het voor jou uitvoeren. En die moeten ongeveer met jou meevoelen, want anders kan je niet uitbesteden. Het moet een verlengstuk worden van je eigen club. Van je eigen bedrijf, ja. In 1990 bracht u Randstad naar de beurs. Ja. Is er toen iets veranderd in uw management, in de manier waarop u dat bedrijf moest leiden? Is er een andere tactiek aangemeten worden? Nee, niet zozeer. We hadden ook helemaal geen geld nodig, niet van buiten. We waren eigenlijk eerder over liquide. Maar ik wist wel dat wij een hele grote naamsbekendheid hadden. Maar wij werden gezien als klein bedrijfje. Daar kwamen geen andere mensen op af. Waarvan ik net vertelde, die wij dus zo hard nodig hadden. En ik denk nou, als we dus nu een 20-25% van het kapitaal naar de beurs brengen, dus dat was niet extra kapitaal aan drukken, maar gewoon van de bestaande aandelen, dan kunnen we daar een hoop profijt van hebben. Nou, die beursgang is totaal mislukt. Want de Amrobank toen nog, die dacht, jullie zeggen dat je 99% naamsbekendheid hebt. Nou, dan hoeven we verder geen roadshows meer te geven en ga zo maar door. En, niemand kocht dat aandeel. Wat zeg je? Niemand kocht dat aandeel in de eerste instantie. Nee, we hebben toen geënquêteerd over, laten we zeggen, over heel Nederland. Men wist al dat het een groot bedrijf was. We hadden toen 2 miljard omzet. En daar ging je dus in Zeeland vragen. Dan zeggen ze, ja, ze zitten in Vlissingen en in Maastricht. Nou, ik denk dat ze wel 10 vestigingen hebben. Ja. Oké. Zo profileerde je zich ook, toch? Want ja, natuurlijk. Je moest zo gezellig zijn als mijn moeder thuis op het hoekje van de straat. Ja, op de hoek van de straat. En dat we dus in België en Frankrijk en in Duitsland en in Engeland zaten. Ja, niemand wist dat. Nee. En, hoe heeft u dat dan voor elkaar gekregen? Dat het wel aanzien kreeg van een internationaal... Nou ja, moet je eens luisteren. Ik moest toen, laten we zeggen, op roadshows en eigenlijk aandelen verkopen. Wat is een roadshow? Wat moeten wij voorstellen? Van, je gaat een roadshow en dat... Oh, nou, je gaat naar Frankfurt, zo heet dat. En je gaat naar Londen en je gaat naar New York en je gaat naar Parijs en je gaat naar enzovoort. Roadshow. En of je nou drop verkoopt of schoenzolen of aandelen, nou ja, het is allemaal gewoon precies hetzelfde. En de truc is om iets te verkopen is overal precies hetzelfde. Het gaat erom dat je dus nu, laten we zeggen, wat andere argumenten gebruikt dan dat ik autobanden verkoop. Maar feitelijk komt het op hetzelfde neer. En in 1993 hadden we al een behoorlijke bekendheid gekregen. En ik had 2 mensen aangesteld die dus allerlei beleggingsclubs langs gingen. Dus we hadden 1200 presentaties in een jaar. Dus goede lobbygroep dus. Goede lobbygroep. Ja, gewoon prima. En toen begon het aandeel naar boven te spuiten.
En toen kwam een zekere meneer Krant van Kempen & Co, directeur van Kempen & Co. Die zei, nou weet je wat ik ga doen? Jullie moeten dus, laten we zeggen, ook de beurs wat groter opzetten zien te maken. Dus wij gaan een Falcon uitgeven. Dat betekent dat is een lange termijn optie voor over 3 jaar, die je dus nu betaalt. Nou, die werd uitgegeven voor 3 gulden en die steeg in 3 jaar tijd naar 120. Dus nou ja, daar holde men over elkaar heen enzovoort. Dus nou ja, we waren ineens heel bekend en we werden van lokaal fonds werden we in een midcap. En van de midcap konden we een aantal jaren later door naar de AIX. En toen kwamen natuurlijk wel die mensen op ons af. Hè? Dus een beetje een lang verhaal geweest, maar dat was de bedoeling. Even terzijde dat we natuurlijk ook nog een 25% van het aandelenkapitaal in een fonds gestopt hebben. En dat was voor apart gezet voor het personeel. Die konden daar opties uitkopen. En die konden ze dus nog behouden ook. En ja, die zijn... Van die opties die van 3 naar 120 waren gegaan? Dat was het onderliggende aandeel. Die opties mocht men ook wel kopen. Maar ja, je gaat op bestaande aandelen, ga je dat doen. Maar wat wel leuk was, ik mocht van de fiscus, toen ging het aandeel werd uitgegeven voor 48 gulden. Dus als je dus dat terugrekent in euro's en de splitsingen, eerst keer 2,5 gesplitst, toen nog een keer een 2 gesplitst en toen nog gedeeld door 22 wat de euro betreft, zou het 4 euro geweest zijn waar het voor uitgekomen is. En we zijn toen achter elkaar gestegen naar 75 euro. He, dus toen konden we ook die aandelen vanuit dat fonds, die is 5% naar de beurs gegaan. Op het moment dat het viervoudiger komt dan fonds, dus de schuld afbetalen, en waren we klaar. En was het een fonds wat van het totale personeel was. Ja. Nou, en toen dat naar boven ging, toen wilde iedereen natuurlijk tot het maximum wat ze mochten hun opties kopen. En hun salaris was toen hoger dan hun opties was hoger dan hun salaris. Ja, meer waard dan hun salaris. En ja, dat vrolijke gezicht allemaal binnen. Was niet verkeerd, nee. Het verloop werd nul natuurlijk, hè. Ja. Ja. Wat ik me zo kan voorstellen is dat je leidt een onderneming en eerst heb je maar vooral zorgen over hoe ga je mensen managen, hoe ga je mensen coachen die binnen uw bedrijf zijn. Maar dan als je dan op de beurs bent, heb je ook andere zorgen. Dan gaat het aandeel van naar boven, naar beneden. En hoe ging u daarmee om, zeg maar? Hoe... Ja, ach, we zitten dus bij de beursgang, hebben we dus een aantal aandelen dat is uit het pakket weggegeven. Nou, die heb ik dus in een trommeltje gestopt, slotje erop en ze zitten er nog steeds. Dus ja, dan kan meneer Quoot zeggen van meneer Rubendijk, ja dat ben ik dan wel, maar toen was ik niet gezien in geen barst, want ik kan er niks mee. Op het moment dat ik koop, dan ligt de beurs in de war en verkoop ik, dan gaat ook de beurs in de war. Dus ze zitten in een plommeltje en ze zijn voor mij niet waard. Daarnaast heb ik een aardig dividend gekregen. En dan kan ik een leuk autootje verrijden. Volgens mij is er een vraag. Ja, ik heb een vraag. U zei net dat de crisis van de jaren 80 eigenlijk veel erger was dan die we nu net gehaald hebben. Ja. Zat dat vooral waarschijnlijk in de hoge werkloosheid van toen? Wat we nu dus niet zien. Ach, het is niet alleen de werkloosheid. Die liep in 1980 op tot 1 miljoen. De AOW, of in de WHO, sorry, die liep op tot 1 miljoen. De begrotingstekort was 12%, de rentestand was 19%, de olie was nog duurder, zonder dat ik de inflatie meerekende, dan nu. Nou, ik weet niet welke ellende er dan meer werd. De prijzen van de huizen die waren torenhoog gestegen. Het kon niet op. En de begroting van de overheid die werd steeds erger en erger en onze schuldpositie die nam toe. Ja, hoe kijkt u dan nu tegen, dit huidige kabinet laat de hele arbeidsmarkt eigenlijk met rust, terwijl die hervormingen als een heet hangijzer boven hun hoofd hangt. Het ontslagrecht, de WW, daar wordt eigenlijk niks aan gedaan. Hoe ziet u, maakt u zich eigenlijk zorgen over de arbeidsmarkt zoals we die nu hebben? Nee, als we er maar niks aan doen. Want ik heb meneer Wientjes gewaarschuwd en mevrouw Nogerius gewaarschuwd. Jullie denken dat je dus, iets geweldigs gaat binnenhalen op het moment dat we de top gaan flexibiliseren en dat je heel makkelijk mensen kan ontslaan. Ik zeg mevrouw Agnes, Jongerius, ga met mij mee naar de Verenigde Staten, zal ik je wat laten zien.
De grootste afdeling in Atlanta, ons hoofdkantoor, is niet debiteuren of crediteuren of personeel enzovoort. Nee, dat is de afdeling Workmen's Compensation. Daar waar ook de ontslagen afgehandeld worden. Een ontslag in de Verenigde Staten kost precies het drievoudige als hier in Nederland. Dat vergeet men gewoon. Die arbeidsmarkt is daar helemaal niet zo flexibel. Want je moet dus je indenken dat je dus daar punt 1 iemand gaat ontslaan. Jij krijgt nooit meer, voor een redelijke prijs, krijg jij een nieuwe medewerker. Dus wat doen Amerikanen? Die gaan juist heel veel uitzendkrachten nemen, zodat ze een buffer hebben dat ze geen mensen hoeven te ontslaan. Maar dat is toch ook weer gunstig dan, als dat in Nederland zou gebeuren? Als je iemand ontslaat, en je ontslaat iemand met een goede en hoge opleiding, en die is tussen de, noem maar eens wat, tussen de 30 en de 35 jaar en die heeft hoge ervaring, dan heb je geen probleem en dan ben je er zo uit. Overigens, die medewerkers die bestaan, die hebben allemaal overeenkomsten voor bepaalde tijd. En die laten zich geen overeenkomst voor onbepaalde tijd aanpraten. Degenen die dat wel hebben, die zullen zelf niet makkelijk ontslag nemen. Dan ga je naar een volgende werkgever. Dan vervalt je minime vakantierecht wat je hebt opgebouwd, vervalt. Ook allerlei sociale wetten vervallen. Dus je wisselt niet zo snel van baan. Welaan, maar heb jij dus een medewerker, al is het een vrouw met twee kinderen, en je ontslaat die, dan staat er al de volgende dag een advocaat bij jou op de stoep. En is die vrouw dus donker gekleurd ook, dan is het al helemaal verkeerd. En als er dan nog een zinsverantwoordelijkheid is, is het ook verkeerd. En maak dan je borst maar nat, en dat wordt echt procederen, en dat kost een ongelooflijk hoeveelheid geld. Ja, dus eigenlijk die discussie die we dan nu zien, die houden geen, ja, daar wordt geen rekening gehouden met die kosten die u dus nu noemt. Nee. Zegt u dan eigenlijk ook dat het kabinet Rutte een juist beleid aan het voeren is? Nou, er zijn wel een aantal stijlbloempjes die ik kan plukken, maar de verhouding in Nederland is wel zo dat een heleboel medewerkers nemen het altijd voor het bedrijf op. Zeker als je een moeilijk ontslaggeval hebt waar de medewerker of medewerkster, laten we zeggen, tegen gaat hangen over onterechte gronden. In de Verenigde Staten absoluut niet. Daar is gewoon omgekeerd. De werknemers nemen het tegen elkaar op, voor dun en voor dik. En de invloed van ook personeelsraden, hoe ze daar ook mogen noemen, is veel groter dan hier in Nederland. In Nederland hebben we veel meer een harmoniemodel waar we met elkaar gaan praten. En dat moeten we behouden. Er zijn een aantal, maar dat laat ik graag over aan de juristen. Een aantal stijlbloempjes die ik zou willen plukken, zodat we de scherpe kantjes van bepaalde dingen er af weten te werken. Maar iemand van, laten we zeggen, 55 jaar te ontslaan zonder hem redelijke vergoeding mee te geven, terwijl hij 30 jaar bij jou een bedrijf gewerkt hebt, nou, daar blijf ik gewoon ook gewoon zelf ook tegen hangen, hoor. Ik spijt me reusachtig. En dan zeg ik, dan had je die man of die vrouw, maar als je dus ziet dat jouw bedrijf die persoon lange tijd niet nodig heeft, dan begin je maar die man wat bij te leren, zodat je dus niet zegt, ik heb een werknemer, maar dan gaat het om employability. En ben je als werkgever dan, of niet in staat, maar onwillig om daaraan mee te werken, dan zeg ik, meneer, dan zal u betalen ook, hè, want het gaat niet zozeer om de baan, maar het gaat om werk. Dus de verantwoordelijkheid ligt dus in dit geval niet bij de politiek, maar vooral bij werkgevers? NSC's moeten leren ook. Dat wil zeggen dat de politiek die moet er de weg voor vrijmaken om die ondernemers zijn verantwoordelijkheid te leren. En dat doen ze dus niet met versoepeling van het ontslag? Een klein beetje, maar dat voert te technisch voor dit verhaal. Maar er zijn een paar dingen die echt absoluut verbeterd kunnen worden. Op zich hou ik liever dus de wijze van acteren en handelen en ook vakorganisaties en werkgeversorganisaties. Als je even soms achter de schermen zegt, zijn we het allemaal met elkaar eens en laten we dat zo houden. Ja. Dat is een groot goed wat we in Nederland niet zo moeten weggooien. Ja. U stapte in 1998 op als bestuursvoorzitter van Randstad. U neemt nu deel in de Raad van Commissarissen. U bent commissaris. Ja. Vindt u het soms niet moeilijk dat u als commissaris geen invloed op de strategie van Randstad meer uit kan oefenen? Of daar eigenlijk niks over mag zeggen?
Nou, dat is maar betrekkelijk, want zitten in een raad van commissarissen wordt uit die raad een auditcommissie benoemd, een nomination committee en een strategisch comité. Nou, daar ben ik toevallig voorzitter van. Daar ben ik toevallig voorzitter. Maar een commissaris mag dat maar 3 keer 4 jaar doen. En als je zegt 98, het is 2010, ik ben 1 jaar niet geweest. Dus 2011, dan moet ik toch even opbievelen. Ja. Dus dat is volgend jaar? Dat is volgend jaar. Valt u dat zwaar? Als een kindje? Nou ja, dat is het kindje, maar ja, ik zie dat sommige functionarissen nog vaak bij mij komen en zeggen: Frits, ik weet zeker dat daar een rapport over is. Zou je willen weten, heb jij dat thuis nog of zoiets? Nou, vaak niet. Is maar kan wel ongeveer herinneren wat erin staat, maar kom maar even een middagje praten. En ja, zo komt Ben Notenboom, onze huidige CEO, of volgens Jan van der Kraats of wie dan ook. Ach, die komen regelmatig eens een keer even een cocktailwinkel om 4 uur. En als het 5:30 geworden is, dan staat er ook nog wat anders. Maar ja, dus ze komen graag. Sinds het moment dat u dus een achterneef was opgesteld als bestuursvoorzitter, zijn er een aantal andere bestuursvoorzitters geweest. Ja. Wat maakt nou een goede CEO? Ja, dat zou ik graag willen weten, maar het is nou het bekende paard met de schaap met de 5 poten. Maar vooral die man die moet een bepaald charisma hebben en een empathie en een heleboel eigenschappen. En dan zal het niet allemaal even voortreffelijk zijn, want niet iedereen is even goed op elk punt. Ja. En dan gaat het er ook om dat je dus in een situatie weet te neer te zetten waar hij gewoon zijn werk kan doen. En dat er ook een goede gemeenschap is en dat er ook een goede samenwerkingsvorm is. En dat, dat men gewoon de bedrijfsfilosofie onderschrijft die we in de tijd met elkaar gemaakt hebben. Ja. En ik laat het zeggen, een bedrijfscultuur en een bedrijfsfilosofie is van ons groot belang, want het is eigenlijk een beheerssysteem, zodat ze in Atlanta of in Rome of in Stockholm op eenzelfde manier denken. En dat jij die vestiging binnenkomt en je doet de deur open, zeg je verrek, ik ben bij Randstad binnen. Nou, dat klopt dan ook. Ja. Maar nou, die man die moet daar zich absoluut aan houden, of die vrouw. En dat proberen we dus nog steeds bij te brengen. En op het moment dat iemand dat doet, dan heeft hij eigenlijk al 50% van zijn functie heeft hij binnengehaald. U was dus ongeveer 40 jaar bestuursvoorzitter van Randstad. Ja. Dan krijg je die overgang, komt er een nieuwe bestuursvoorzitter. Ja. Dat is een zware last. Ja. Van tevoren werd er ook veel over gepraat, kan hij dat aan? Als u nu terugkijkt, kon die man dat aan? Nee. Die kon hij niet aan? Nee. Die man heet Hans Zwart. Waar is dat misgegaan? Precies het laatste punt wat ik je net noem. Want hij wilde dus zijn eigen cultuur gaan binnenbrengen. En hij wilde om de organisatie. Ja. Wat ik wilde, en daar hebben we het zo even over gehad, hij had nog 6-7 jaar te gaan. En ik zeg, ik heb nu een zeer grote invloed in dit bedrijf. En ik moet een heleboel dingen zelf doen. Het bedrijf is eigenlijk een beetje uit zijn schoenen gegroeid. En ik heb dus nu een nieuwe bestuurslaag nodig. En de mensen die we hebben op het moment, die kunnen, ik had 33 topkandidaten in 98. Ik zeg, daar kunnen we wat mee, maar ze zijn tussen de 28 en de 32 jaar. En die kan ik dus niet in de raad van bestuur zetten van een internationale club. Ja. Waar ik een aantal directeuren in het buitenland heb die veel ouder zijn dan zij. En dat ook wat aanzien als waar. Ja, en nu de komende tijd moeten we die mensen opleiden. Ja. En die mensen die moeten we van Frankrijk naar Duitsland naar Nederland en weet ik veel sturen. Dat moeten we doen. Management development doen. En die man die was thuis in de ING. Bij de ING en die had daarvoor had die bij Vredestein gewerkt en had altijd in personeelszaken gewerkt, kende de vakbonden heel goed, kende de werkgeversorganisatie heel goed en hij was als kind thuis op sociale zaken, economisatie en justitie. Dat leek een hele goede keuze. En die zat vlak onder of die zat op dezelfde verdieping als de raad van bestuur als ING en leek heel goed. Hij leidde ook de Postbank Nederland.
verkoopt een abstract product. Geld, ja, het is het. Het is gewoon, ja, en ook, het komt van twee kanten bij hem. Ja. En werkgever, werknemer, wat wij dan hebben en wij moeten koppelen. Hij heeft ook vraag en aanbod aan elkaar koppelen. Dus we dachten, nou, dat is natuurlijk een hele goede kandidaat. Nou, het eerste jaar wat hij dus deed, begon hij met een overname. Want hij wilde groter zijn en belangrijker zijn. Nou, dat is totaal mislukt. Dat was strategisch. Hoe heet dat ook weer? Strategics. Ja. En ik heb er nog vele brieven geschreven aan hem. Ik zeg, want dat jaar was ik geen commissaris, ik wilde er ook niet mee bemoeien. En toen schreef ik hem, ja, je kan beter even wachten, want we krijgen dus nu een slechte periode. En dat is ook gebeurd, 2000, 2001. Ik zeg, wacht nou tot 2004, 2005. Dan kan je dus dit voor een appel en ei, kan je dus dat terugkopen. Dus ik neem, maar ze gaan al door een ander opgekocht worden en dit wordt geweldig. Nou, het was zo geweldig dat zelfs alle winst die Nederland maakte daarin opging. En het hele handeltje heeft toen 1,2 miljard gekost. Het lijkt net of je dat zo maar eventjes los. Ja. Nou, dat is allemaal als was voor de zon, is dat allemaal verdwenen. En ja, toen was op een gegeven moment ook zijn positie niet handhaafbaar geworden, maar ja, in ieder geval van de strategie is eigenlijk niks overgebleven. En dan hadden we dat bedrag in marketing en reclame gezocht, of die goede mensen gezocht, ja. Gestopt. Dan waren we nu verder geweest dan een overname. Even, by the way, dat zag ik net een paar weken geleden in de krant staan, dat van de laatste jaren is al 110 miljard verloren. Dat is ongeveer 80% van alle bedrijven die overgenomen zijn door iedereen. Is 110 miljard weg. Ik zeg, nou, ik blijf nog steeds bij autonome groei van wat je zeker in ons vak kan kopen. Als het een heel goed bedrijf is, dan betaal je de hoofdprijs. En als het een matig bedrijf is, dan heb ik het niet nodig. Als we nog even teruggaan naar het moment dat hij dus werd aangesteld. En u noemde net allemaal argumenten die heel erg logisch klonken waarom hij dus de perfecte kandidaat zou zijn om de volgende CEO te zijn van Randstad. Als u dan terugkijkt, denkt u achteraf van u heeft toch een verkeerde keuze gemaakt of u heeft iets over het hoofd gezien? Hij had een bepaalde kwaliteit niet of er was geen klik op. Kunt u daar een verklaring voor vinden? Ja, of had u het gewoon niet kunnen voorzien als het ware? Dus, hij had geen, wat ik noem, countervailing power. Countervailing power? Dus een tegenwerking. Ja. Dus je zegt wat en dan beweer je het tegenovergestelde. Ja. Ik had hem gezegd, mijn raad van bestuur is niet in orde. Ja. Jij zorgt ervoor, ja. Maar hij wilde wat en hij had geen tegenspeler. Ja. Dus ik heb vrij spel, een fout gemaakt dat ik geen tegenspeler voor hem had. Ja. Hij kon als Ben Notenboom op het moment wat doet, nou, dan krijg ik een flink van je soort. Bent u tevreden over Ben Notenboom? Ja. Hij functioneert? Ja. En ook over zijn voorganger Clem Varlame, zoals je weet. Ja, die kwam. Dus ja, ja, en die heeft in 7 tot 8 maanden heeft hij hersteld van wat was blijven liggen in de laatste 3 jaren toen. Maar ja, Eiland, laatst werd hij ernstig ziek en zo ziek dat hij eigenlijk zijn functie niet meer kon blijven vervullen. Hij is nog 5 jaar, heeft hij dus meegedaan als adviseur en helaas 2 jaar geleden, 1,5 jaar geleden is hij overleden. Ja, maar toen kwam Ben Otterbom. Ja. En heeft u wel eens overwogen om uw groot aandeel in Randstad te verkopen? Nee, nog niet. Nog niet, want ik denk dat het van belang is dat er bij een ander is, dat het bij elkaar blijft. En dat je dus wat stormen kan doorstaan, zodat een bedrijf, en dat klinkt een beetje vreemd, maar het is eigenlijk nog veel te klein. Nog veel te klein? Ja. En nu zullen wij nog moeilijk overgenomen kunnen worden als nummer 2 op de wereldmarkt. Door een ander bedrijf en dan zouden zij zelf misschien daardoor in moeilijkheden komen. Maar ja, je weet nooit, dus nu we in 2013 weer een dieptepunt verwachten, wat is er dan waard? Wij zijn niet zozeer conjunctuurgevoelig wel meegaan, maar men overdrijft altijd zo. Dus toen het slecht ging in 2000, het was 75, dat was overdreven naar boven en we eindigden op 5 euro en dat was overdreven naar beneden. Ja. Nou, als je daar had op gereageerd, maar je was frisant rijk geworden.
Dat vind ik wel interessant, want het lijkt... Nog meer van die tips voor nu dan? Dan kunnen we dat gelijk even... ja, nou ja, je ziet dat de overdreven situatie 2 jaar geleden naar 10 euro, of zelfs 89 een keer. De grootste groei en de laagste PE op de AEX. En nu zijn we, laten we zeggen, op een redelijke koers, met een redelijk hoge PE. Maar aangezien de zaak naar beneden overdreven is, zeg ja, nou ja, dan kijken we dus in een herstel van 10 naar 35. Nou, dat is 3,5 keer de prijs van iets meer dan een jaar geleden. Ja. Daar moet je die aandelen ook binnen bedrijven houden. Die kwetsbaarheid moeten we niet nog een keer vergroten. En dat men dus allerlei grappen en grollen kan gaan uithalen. En daarom is die koers van 64 in elkaar gedompeld. Toen belde iemand mij op, ja meneer, zou u wat aandelen willen terugkopen? Ik zei, waarom? Ja, we hebben dus long gekocht en de verwachtingen komen niet uit. En nu komt een liquiditeitsnood. En zou u nieuwe aandelen willen uitgeven? Nou, ik zeg, ik niet. Maar ik zeg, ik praat niet alleen voor mezelf, maar ook voor alle andere aandeelhouders. Dus ik zeg, meneer, dat gaat niet. Nou, zegt die meneer, als dat niet gaat, dan gaan wij het zelf op de beurs aanbieden. En toen was ik met mijn compliance officer aan het praten, die meldde ik. En toen zei, dat moeten we publiceren. Dus het is toch gepubliceerd ook, dus je had het zelf kunnen verkopen. Dus zeg je, het staat in de krant, meneer. We gaan nu in het laatste deel gaan we even praten over de toekomst van de arbeidsmarkt. En ook uw eigen toekomst. Ja, ik wil eigenlijk nog één vraag stellen. Ik vind het erg interessant. U ziet in de afgelopen 50 jaar, heeft u eigenlijk een feilloos gevoel voor de conjunctuur. Begin jaren 80 voorspelde u dat er een recessie aan zou komen. Ja. Dat deed u ook begin 2000. Ja. Dat heeft u ook in 2004 gedaan, geloof ik, als ik goed in heb gelezen. Hoe doet u dat? Oh, dat is heel simpel. Het is alleen, het heeft enige tijd geduurd voordat het bewijs was. En dat bewijs kon ik niet vinden. En toen ik in 94 voor de zoveelste keer gelijk gekregen had, toen ben ik naar Erasmus gestapt om te zeggen van hier heb ik mijn grote logaritmisch grafiek. Wat deed ik op de logaritmisch grafiek? Ik gaf het aantal uitzendkrachten per week weer en dat concentreerde ik per 6 maanden en ik nam dan eind december, begin januari, juli en dan niet de omzet en niet de tarieven, nee, gewoon een uitzendkracht. En of ze nou 1 uur per week werkte of 45 uur per week werkte, 1 uitzendkracht is 1 uitzendkracht. Dat hebben we vanaf 1960 zo volgehouden. Dus ik kan de cijfers van nu vergelijken met 64. Wat zie je dan? Want vroeger had ik geen, deed ik het niet logaritmisch en dan liep elke grafiek natuurlijk van papier af. Nu zie je dus 1 trendlijn. En dan ben je lineaaltje langs leggen en neem je die hoek, dan krijg je de tangens van de hoek, dus de eerste afgeleide. En dan kun je dus heel eenvoudig zien van wat er dus de volgende periode gebeurt. En daar zit dus een bepaalde cyclus in. En toen wist ik al wel dat het aantal uitzendkrachten steeg of daalde, naar gelang het binnenlands bruto product steeg of daalde. Maar ik kon het bewijs er niet voor vinden. En daar kwam ik pas later achter dat de CBS-cijfers 3 jaar achterlopen. Want in februari, als zij met de 45 dagen moeten uitkomen van het vorige kwartaal, heb jij je belastingbeleid niet ingevuld en heeft het bedrijf nog zijn jaarverslag niet verkondigd en moet het CBS maar al schattingen maken. Nou, die zijn ja, zo goed en kwaad als we dat doen. En dan moet het CPB ook weer over gaan zitten rekenen. Nou, dat kan allemaal niet. Toen vond een zekere meneer De Groot wel de correlatie, maar dan, en daar was ik ook al achter, van 3 jaar daarvoor. Want dan heeft het CBS het steeds weer bijgeplust. Maar ik ging ervan uit dat de cijfers van het BBP heel goed correleren. Ik ben daar met duizenden in de tijd nog bezig geweest. En die zegt, als ik dat nou zo zie, dan zie je dat toch zo? Ja, ik zeg Wim, ik zie dat zo. Geen enkel probleem. Maar ik zeg, jij bent hoogleraar geweest. En als je geen bewijs kan vinden, ga je niet publiceren. Hij zegt, maar je houdt er zelf toch rekening mee? Ja, ik zeg wel. Ik zeg, kijk, we hebben hier een cyclus. En die loopt zo. En die kun je met je computertje even uit elkaar drukken.
En dan krijg je een cyclus van 10,52 jaar en eentje van 5,58 jaar. Als je die twee optelt, krijg je exact het aantal huizenkrachten. Dus als ik zeg 2008... Maar zijn die cyclussen veranderen niet over? Nee, helemaal niet. Die zijn er, weet ik al, al jaren hetzelfde. De economie gaat nu niet sneller door nee, het internet, door dit. Nee, dus zelfs in 1880 niet. Het blijft gewoon, gewoon hetzelfde. China, Azië, maar maakt allemaal niks uit. Maakt niks uit. In 2008 zijn er een korte crisis. Alleen diepte kan ik niet bepalen. Want wat is er gebeurd? 2008 zou de economie een beetje teruglopen. Net zoals 10,58 jaar daarvoor in 1997. Dat is wat u voorspelde. Ja, dat. Kort. Ja. Dat in september was de neergang was al bepaald. En het is niet meneer Lehman Brothers. Nee, meneer Lehman Brothers, als omdat hij zo zeer slecht zijn huiswerk gedaan had. En een heleboel andere banken met hem. Had nog maar het laatste setje nodig, nog even een klein beetje slechte conjunctuur. Toen viel die om. Ja, en toen begon de zaak verder en toen ging hem helemaal niet meer. Toen weet ik nog dat ik met Francis, hè, de decaan van de Erasmus. Ik zeg nou, dat was eind 2008, ik zeg nou ben ik van mijn geloof gevallen. Want ik zeg die cyclus die kan zich niet meer herstellen. Maar in februari 2009. Nog eens met elkaar gesproken, nee. Best wel snel eigenlijk. Ja, in 3 maanden was ik weer genezen en zei nee, we blijven gewoon bij alle verwachtingen. In de Verenigde Staten in juni, juli wordt het beter en in Nederland gaan wij in september naar boven om eind 2009 weer een klein beetje lucht te kunnen happen. Nou, Cont Hemelings die gelooft daar niks nog van, maar die is achteraf toch wel tot de conclusie gekomen, dat kun je zien. Als ze zoveel keer gewijzigd de prognose die ik nu 2009 gedaan had. Ja, maar nou ja, dat is gewoon een lol. Nou, dus je trekt 10,58 jaar door. Dan kom je in 2013 uit, dus ik kan er ook 2013. 2013, dieptepunt, ja. En vindt u eigenlijk dat bankiers, u zegt ja, er zijn dus een paar bankiers die hun huiswerk niet goed hebben gedaan. Vindt u dat die goed aangepakt zijn eigenlijk in de periode daarna? In zoverre dat de overheid zo verstandig geweest is om er een hoop centen in te stoppen. Zodat ons hele geldstelsel nog niet in elkaar klofte. Als dat gebeurd was, nou, hier gaan we hier niet zien. En dan kun je zeggen, moet de belastingbetaler daarvoor opdraaien. Dat is een schande. Maar hadden ze het niet gedaan, dan was de ramp nog veel groter geweest. En nu moet je dus, laten we zeggen, maatregelen nemen waar de banken dan nu een beetje beginnen te stijgen. Ja, die ze willen, want moet op de plagen zitten. Dus Basel 1, 2 en 3. En voor mijn part komt er nog een 4 en 5 om flink aan te pakken. Ja, zodat we die nog eens een keer, die ellende in Griekenland en in Ierland en, enzovoort. En dat het ons niet te veel aantast. En het is natuurlijk een grof schandaal. Dat gewoon de gemiddelde belastingbetaler daarvan moet opdraaien. Nou, dan hebben we dus. Ik heb vriend Balken en de vlak voordat hij wegging nog gezegd. Nou, zo'n Europa is het niet. Ach, ja, Peter. Wij stijgen 2% per jaar, de komende jaren, gemiddeld. Ons nationaal inkomen, bruto binnenlands product, is 600 miljard. 1% daarvan is 6 miljard. Je moet 30 besparen, doen we 5 jaar 1% besparen. In plaats van 2% stijg je 1% als burger. Ik zeg, als je dat nou weet te verkopen, ja, hij zegt, dat is de punt. Hij zegt, want ik heb een heleboel dingen niet zo slecht gedaan. Hij zegt, waarom komt dat niet over? Ik zeg, ja Peter, je hebt bijna op elk punt heb je het beter gedaan dan al je voorgangers bij elkaar. Hij zegt, waarom ziet men dat dan niet? Ik zeg, ja Peter, je kan niet verkopen. Ja, dat is het. Hij heeft het fantastisch gedaan, maar hij kan niet verkopen. En toen is hij al die grappen gaan maken later. Ja, weet ik wat hij doet, maar als je hem privé meeneemt, of naar privé, zoals we dus nu met elkaar zitten te praten, geweldig hier. Maar ja, er staat een camera op zijn snuit en hij verkrant. Maar ja, heel aardig. Heeft u hem niet ooit kunnen coachen? Ik bedoel, u bent goed in het verkopen. Oh, ja, ik ga niet de privé coachen. Nee. Ik ben nog steeds een privé, is voor mij een privé en dat is ja, een soort godheid. Ja, u studeerde op de VU en u bent nu al enige tijd professor op Nijenrode Business School. En u zit nu hier. Maar heeft u nooit meer dingen bij de VU willen doen? Of is het gewoon toeval dat het zo gelopen is? Dus toeval, ja. Kijk, ik was met Erasmus bezig. En die waren dus die onderzoeken aan het doen. Ik deed bij Nijenrode het een en ander ook
met een zekere Bomhoff die er in de tijd was, heb ik ook een paar dingen gedaan. En toen denk ik, nou, dat kunnen we nu makkelijk gaan combineren. En nou ben ik bezig met Tilburg en Erasmus aan elkaar te koppelen op bepaalde gebieden. Wat moeten we niet allemaal precies hetzelfde gaan doen? Dat vind ik zonde van dezelfde. Ja. Dat we hier in Amsterdam ook wat aan econometrie doen. En op de VU ook nog eens een keer. Terwijl in Erasmus, voor 10 studenten moet niet een hele halve faculteit gaan zitten oprichten. Moet je onze centen beter gebruiken. En dat geldt ook voor medisch onderzoek, kankeronderzoek, waar iedereen kinderoncologie moet doen. Nou ja, dat doe ik op 2 plaatsen in Nederland, dat is ook genoeg. Nou, zo geldt het voor economen, geldt het precies zo. Dan kunnen we een hoop centen meer besparen. En kunnen we dus nog op de wereldranglijst een flink aantal plaatsen stijgen, hoor. Ja, nee. Maar toevallig was het geen zoete. Als er nog vragen uit het publiek zijn, voel vrij met het publiek te stemmen. Zijn er nog dingen die u wilt bereiken? Oh, we staan pas aan het begin, dus ja, dan kan ik nog wel een beetje doorpraten, ja. Ja, maar ja, er zijn, als je zegt, nou, wij streven naar perfectie. Nou, dan wil ik wel een dagje met je hond gaan lopen, dan zeg ik... Kunt u de vinger op de zere plek? Ja, niet dat dat slecht is, en dan ben je nog altijd beter, maar dat wil zeggen, als je dus iets doet en je zegt, ik kan het, en we hadden het net over conjectuurvoorspellingen, die zijn niet goed. Nee, daar moet nog heel veel aan gewerkt worden. In het onderzoek waar we het over hadden, op het gebied van arbeidsrecht, op het gebied van testsystemen, op het gebied van... We zijn met de Universiteit Amsterdam bezig om, laten we zeggen, een hersenonderzoek. En daar zijn we al redelijk ver mee. Want op het moment dat je dus dat functioneren door, dan kunnen je testsystemen veel beter worden. Dat is op het moment technisch mogelijk. Gebruiken we dat? Nee, nog niet. Ja, het is te duur, dat ben ik ook met je eens. Maar laten we zeggen, theoretisch kunnen we nog wel dingen. Maar gewoon kijken in je eigen leerboek, die we in Nederland met elkaar beter kunnen. Nou jongens, we beginnen net. Ja, dat vind ik leuk om te zien eigenlijk. Dat ik zie in u nog steeds terug de student die een nieuw onderwerp ontdekt, tijdelijke arbeid, en die daar helemaal vol van is en die daar achteraan gaat. Ja. Als u nu een scriptie zou moeten schrijven, waar zou die over gaan? Ja. Over tijdelijk werk, en als je zegt welke functie ga je dan doen, dan vind ik in huisartsenbureau, want het is elke dag is er wat nieuws. Elke dag moet je weer eigenlijk opnieuw beginnen. En ik ben begonnen als vestigingsmanager feitelijk. En ik ben personeelschef geweest, ben marketing reclameman geweest. Financiële meneer, ik heb de computer ongeveer moeten uitvinden. Je hebt elke keer heb je weer wat nieuws. Dus je hoeft je geen dag te vervelen. En zolang het over mensen gaat. En dan uit alle lagen van de bevolking. Ja, ik vind het de koningin van de... Van alle bedrijven. Het is het leukste bedrijf. Als je de kans krijgt, moet je het zeker solliciteren. Nog even in een interview. Er kwam ooit de vraag uit het publiek. Waarom gaat u naar Amerika toe? En toen gaf u daar antwoord op. Gewoon omdat ik het leuk vind. Is dat ook een soort van tip voor studenten? Van doe gewoon wat je leuk vindt? Dat is één. Maar dat is dat, laten we zeggen, behalve dat het leuk is. Als je zegt, maar waarom ben ik de oceaan overgegaan met mijn bootje? Dat is alleen op die grote rotplas er ligt. En dan denk je, ja, dan moet ik toch een keertje overheen. Maar in Amerika beginnen, dat was ook meer het einde van een logisch proces. Het is de grootste markt ter wereld. Het is ook de meest versnipperde markt ter wereld. Er is geen enkele marktleider daar. En ze zeggen, nou, daar kunnen we wel wat doen. Buiten het feit, de kwaliteit van het uitzenden ligt zwaar beneden Nederland. We zitten vele malen beter en veel kwalitatiever. Alhoewel ik zeg dat het nog steeds beter kan. Ja, dat kunnen we beter doen. En toen zijn we in de zuidoostelijke staten gaan zitten. En dat hadden ze zo moeten laten. En dan heel langzamerhand, volgens wat ik noem het Lenin-principe, gewoon langzamerhand uitbreiden. En dan proberen die cultuur te handhaven. Maar je kan veel beter van stadje tot stadje gaan. Dat je uit het vorige stadje al een naamsbekendheid hebt. En dat je dus zegt, ik begin niet hier aan een 0,5% marktaandeel te werken. Nee, in het vorige stadje waren ze gewend dat we 10 of 20% hadden. En zo komen je medewerkers dan weer binnen. En je kan daar beter, veel beter autonoom gaan groeien zoals we het hier in Nederland gedaan hebben. En voor de studenteneconomie die nu hier in de zaal zitten, die nu allemaal, ook misschien sommige masterstudenten, aan het einde van hun periode van studeren zitten, heeft u nog iets van, ga een bepaalde richting of kijk hier, let hier op? Nou, eigenlijk alles wat ik gezegd heb, maar dat ze aan het einde van hun studie zijn, dan moet ik ze teleurstellen. Het is gewoon een leven lang door blijven studeren. En laten we zeggen,
kies wel, dus laten we zeggen, een bepaalde richting. Maar vergeet nooit dat je, zeker als je een ondernemer wil zijn, dat je generalist moet zijn. Maar dat je, dat is ook nog eens een keer zo vervelend, dat je wel met al je specialisten kan blijven praten. Zonder dat je bij de neus genomen wordt. En dat je voldoende van elke specialiteit moet weten. Nou, dat wordt hard werken de komende tijd, als je hard wil worden. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze editie. Meneer Goldsmeding, wij danken u zeer. Wij weten dat u niet vaak in de media komt, dus daarom waarderen wij het enorm dat u hier op de bank hebt plaatsgenomen. Dank u wel. En dan richt ik me even tot de studenten. We hebben een enorm volle agenda, hartstikke leuke gasten. Job Cohen komt, Jan-Kees de Jager komt, Nout Welling zal komen, Eroen van der Veer zal komen. Volgende week zit hier Hans Wiegel. We zoeken ook nog commissieleden, dus als jij nou iemand wil interviewen, geef je op. Dank jullie wel. Nog een groot applaus.